dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga in deze video een first impression doen van een krultang, namelijk de Babyliss Curl Secret. Deze tang. Deze tang is niet nieuw in de winkel, hij is echt al een aantal jaar verkrijgbaar. En eigenlijk elk jaar rond kerst, zeg maar, krijgt de drogisterij hem. Dit keer had Kruidvat hem. En het is een krultang van 45 euro. Volgens mij is dat relatief goedkoop, want vooral in de beginfase waren ze echt super duur. Ik heb een krultang, moet ik zeggen. En dat is een krultang van Zenner. Zenner heeft echt super goede producten, alleen mijn haar zakt ervan uit. Omdat ik veel en dik haar heb. Dus het leek mij heel erg leuk om te gaan kijken van... in hoeverre kan deze krultang mijn haar krullen? En kan die dat aan? Dus mocht je benieuwd zijn naar de first impression van de Babyliss Curl Secret, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De tang die zit dus in een doos. We gaan de doos even openmaken. Even kijken hoor, hoe dat... Op de goede kant. Nee. Oh, dat openmaken. Het is nu op. Hebbes. Hij zit goed verpakt. Er zitten boekjes bij. En ik zie hier een stukje zitten. Ik weet nog niet waar dat voor is. Dat ga ik zo even lezen. En dan is dit de tang. Het is de roze variant. Het is meer roze-paarsachtig. Je hebt hem in verschillende kleuren. Ik heb vooral reviews gezien van de zwarte variant. Dan heb je hier aan de zijkant zit een knopje om hem aan te zetten. Maar ik ga eerst maar even het boekje lezen. Waar dat extra stukje dan voor is, want dat is wel handig. Even kijken of we gelijk de Nederlandse ook hebben. Ja. Hij kan op twee temperaturen, 185 graden en 205 graden. Ik ga hem dus op de 205 graden sowieso zetten. Even kijken, het ging mij om of ik kon zien waar dat stukje voor was. Staat er niet heel duidelijk bij, eigenlijk. Het is maar een heel klein stukje Nederlands wat erin staat. Het is echt een heel... Oh, dit is een reinigingshulpstuk, deze. Die kun je dus gebruiken om het product te reinigen. Nou, die heb ik nu dus niet nodig. Er zit 3 jaar garantie op. Dat ziet er goed uit. Het heeft een meedraaiend snoer, daar hou ik altijd wel van. Dat vind ik altijd super handig. Er zit een soort van tijripje op, zo te zien. Hoe krijgen we dat open? Dat is leuk gedaan. Je kunt hem gewoon openmaken. Zo. Zou dat er aan moeten blijven zitten ofzo? Ik heb echt werkelijk waar. Nee, je kunt hem er gewoon afhalen. Ik denk dat dat wel de bedoeling is. Zo. Dan komen we even terug in de doos. Dan gaan we hem eerst maar eens even opwarmen om te kijken hoeveel tijd dat in beslag neemt. Ik steek hem nu in het stopcontact. En dan zetten we hem aan. Je ziet hier het knopje. Dat moet ik niet doen. Dat licht geeft en als hij niet meer knippert, dan is hij warm. Het warmen duurt wel even, misschien is dat ook het eerste gebruik. Dan kan ik intussen dat deze opwarmt alvast mijn haar een beetje doorkammen. Ik ga allereerst even mijn haar opsteken, want ik heb natuurlijk best wel veel en dik haar. Je moet vrij kleine plukjes pakken. Zo. Extra knipje erin. Het ziet er heel charmant uit dit.
maar niet heus. Maar dit is wel handig. Zo. Dan ga ik het eerst even goed doorkammen. Zodat als je klitten hebt, dan werkt het niet zo goed. Zoals ik nu. Ik heb er trouwens geen heat protection in. Ik wil eerst gewoon eens even kijken op een mousse hoe het werkt zonder. Nou, dan ga ik dit plukje ga ik dus als eerste krullen nu. Is die goed? Ja, hij is goed doorgekamd. Het is belangrijk dat je dit klepje altijd bovenop hebt. En ja, hij moet echt maar zeg maar hier zo doorheen. En als ik hem dan dicht doe, krult hij. En dan gaat hij piepen. En dan is hij klaar. En dan is dit de allereerste krul. Het gaat echt super snel. Nou, dan gaan we eventjes de andere plukjes doen. Zoals je kunt zien rolt hij vanzelf zeg maar je haar op. Dan ga ik deze ook even nog door tweeën delen. Dus je legt hem hier zo tussen. Je doet hem dicht, je haar rolt op. En klaar. Volgende plukje. Nou zit hij dus niet goed. Dus dan moet je hem opnieuw doen. Als hij gaat piepen en hij zit niet goed, dan geeft hij dat ook aan. Voilà. Zo gemakkelijk gaat dit dus. Het kan zijn. Kijk, dan ga ik deze die ik al gedaan heb, die ga ik even vastmaken. Je moet ze goed laten afkoelen. Dan gaan we eventjes de volgende. Pak ik even dit gedeelte. Ik weet niet precies hoeveel tijd het in beslag neemt. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan, ja, hoe dik is je haar. En omdat je niet zulke groot veel plukken mag pakken, of niet zulke hele dikke plukken mag pakken, duurt het natuurlijk best wel wat langer. Deze, de hoogste stand is trouwens ook voor gekleurd haar. Nou ja, dat is top, want mijn haar is natuurlijk gekleurd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nu gebeurt als ik een wat breder plukje zou pakken. Ik weet dat je eigenlijk wat dunnere plukjes moet pakken, maar ik kan het wel gewoon een keer proberen. Dat werkt dus inderdaad echt niet. Hij moet echt dunner, want anders rolt hij hem niet helemaal op. Nou, dat is wel goed om te weten. Dan hebben we dat ook gelijk getest. Ik zet hem meestal zo halverwege mijn haar. Dat is wel ideaal, dat hij zelf gewoon aftelt. Weet je, bij een gewone krultang moet je natuurlijk altijd zelf gaan kijken hoe lang duurt het voordat het klaar is. Dat is bij deze gewoon ideaal dat hij het zelf aftelt. Ik zet hem weer halverwege mijn haar. Oké. Zetten we de plukjes weer even vast. Ik vind het resultaat wel echt heel erg mooi. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang dit dan gaat blijven zitten, zeg maar. Nou, hier hebben we ook een wat dunner plukje. De dunne plukjes werken het beste. En ik heb natuurlijk super lang haar, dus ik weet ook niet hoe het is als je gewoon wat korter haar hebt.
en klaar. Dus heel simpel, je legt hem eigenlijk gewoon tussen dit klepje. Dus je mag hem alleen nooit zo in je haar doen. Je moet hem altijd zo doen. En ik moet zeggen dat het echt nog wel snel gaat. Gaat hij weer. Even kijken of als er goed tussen zit. Dat is wel heel belangrijk. Ik moet ook zeggen dat hij echt snel opwarmde. Dat viel echt niet tegen. Nou, deze moeten we dan nog wel even door tweeën verdelen, want deze gaat te dik zijn. Je krijgt natuurlijk geen pijpenkrullen of zo. Het is wel echt gewoon meer slag misschien. Kijk, nu zit hij dus niet goed. En klaar. Echt wel heel erg snel hoor, mensen. Ik zal nog één plukje doen. En dan zal ik de rest ook even doen. Dan zal ik anders wel even versneld afspelen. Want anders dan wordt het voor jullie wel heel saai. Als ik mijn hele haar zo moet doen. En klaar. Nou, dan heb ik eigenlijk gewoon één kant heb ik al gewoon gekruld. Ik vind het resultaat echt super leuk. Ik zie hier nog een pluk. Die moet nog. Die hoort hier achter. Dit ga ik weer even vastzetten. En dan zal ik de rest even wat versneld voor jullie gaan afspelen. Omdat het anders te lang duurt. Zo, mijn haar is klaar. Ik ben echt tevreden over het resultaat. Ik heb echt een volle bos met krullen. Ik vind het echt super leuk. Als ik het naar achter gooi, dan kun je ook zien, zeg maar. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dat je gewoon echt hele leuke krullen hebt. Ik vind het echt een heel erg goed apparaat. Het werkt snel. Hij geeft duidelijk aan wanneer je een te grote pluk hebt gehad. Ik vind het zoveel makkelijker dan een gewone krultang. Omdat hij... het eigenlijk vanzelf doet. Ook is het opwarmen gewoon heel snel. Ik zal hem gelijk even uit het stopcontact halen. Ik ben echt super enthousiast over deze Babyliss Curl Circuit Secret. Ik vind hem voor de prijs vind ik ook echt totaal niet duur. Wat ik er nu voor betaald heb. Want ja, het is zo makkelijk. En zelfs in mijn haar gaat dit. En ja, ik ben er echt super blij mee. Ik vind het echt leuk. Ik denk dat als je er mousse in zou doen en een heat protection spray, dat het misschien nog wat steviger zit. Ze zitten nu wat losser, maar ik dacht ik wil het ook gewoon een keer proberen zonder. Maar ik ben echt oprecht heel erg enthousiast over deze Babyliss Curl Secret.
Dan was dit alweer de first impressions video van de Babyliss Girl Secret. Ik hoop dat jullie het een beetje duidelijk is geworden hoe dit werkt. En dat ik jullie duidelijk heb kunnen maken wat ik ervan vind. Ik ben echt blij met het resultaat. Deze Babyliss Girl Secret is op dit moment verkrijgbaar bij het Kruidvat voor €44,99 in de roze variant dus. Ik vind het echt een super goedkoop product met een heel goed resultaat. Ik ben wel benieuwd eigenlijk als jullie haar krullen, hoe jullie je haar krullen en wat jullie zelf van het apparaat vinden. Misschien heb je hem al wel eens getest, misschien denk je van nou, het ziet er wel heel erg handig uit. Laat het me zeker weten. Dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken en alvast hele fijne kerstdagen wensen. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je nog gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, blijf je op de hoogte doordat je een melding krijgt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Doeg!